verhalen. Is het niet een beetje too much? Heb je er eigenlijk wel een beetje zin in? Vind je het dan helemaal niet erg dat je niet mee kan doen? Ik had een rot tijd, maar dat is nu voorbij. Want vandaag is de allereerste dag van een superleuk leven. Dat liedje is echt supermooi. Misschien moet jij gewoon mijn plek overnemen. Ja, je hebt het gewoon verdiend eigenlijk. Mijn gitaar, die ligt nog thuis. Boven die van Bergman. Die heeft toch verder zelfs als ik. Oké. We hebben dus besloten dat we gaan missen. Nou, nee, dat kan dus niet. Ik zag die gitaar volgens mij daar ergens liggen. Heeft ik nu Bergman af en dan moet jij snel dat ding pakken, oké? Ja, is goed. Okay. Je moet dadelijk op, hè? Dus... Ik wou weten of mijn make-up goed te zien is vanaf de achterkant. Oh, nee, laat maar. Wat doen mijn ouders hier? Ik heb ze gebeld. Je bent gewoon heel goed, dus ik dacht dat het wel gewoon goed was voor iedereen. Ja, maar soms weten anderen gewoon net iets beter wat ze nodig hebben dan jezelf. Maar dan ga je nu wel gewoon optreden, want ik heb niet zomaar mijn plek aan je afgestaan, zodat je het laatste moment opeens kan afhaken. Je bent aan de beurt. Dat is Tirza. Tirza, kom er maar bij. Ja, we hebben het toch geruild. Dit kunnen jullie niet zomaar doen, dames. I was listening to the ocean and I was running far away. But now take me home. Ik moest echt bijna huilen toen ik zag hoe ze naar haar ouders keek. Dankjewel dat je belde. Zo fijn om hier te zijn. Als het me niet lukt om bekend te worden, kan ik altijd nog talentscout worden. Want ik heb duidelijk oog voor talent. Talentje hoor. Ja, dat is voor mij. Ik weet niet waarom ik het ineens goed wilde maken. Maar ik stond daar op het podium en ik was zo zenuwachtig. Echt. En toen zag ik mijn ouders en dat was alleen maar goed. Mijn tijd voor vrije, maar is niet mijn vrije tijd. En ik wil geen lekker.